Dames en heren, het is tijd voor deze boosterbox. Sun and Moon Burning Shadows. Er zit één kaart in die we heel graag willen. Weet je waarom? Die is het meeste waard. Die Rainbow Charizard. Minimaal 200. Minimaal. Oh. Hyper rare. Gaat zo lekker voelen. Hyper rare. Jullie zien het misschien ook aan de camera. Hier boven in beeld zie je dat temperatuurtje. En weet je wat dat betekent? Speciale camera. Dan weet je dat die Charizard in de buurt is. Ja. Hittegevoelig. Vuurpokémon. We gaan gewoon beginnen, Timon. Als het first packie is, Peter. Wat denk je daarvan? First pack. Dat zou gewoon helemaal mooi zijn. Daar gaan we. Er zijn meerdere rainbow rares. Dus we moeten niet gaan wild horen als we een andere rainbow hebben. We willen die Charizard. Dat is het belangrijkste. Morlul. Dat vind ik een XD waard, Peter. Ja, sorry hoor. Ik gaat binnen. Hey, is dit zo'n slurry Pokémon? Ik denk bijna. Hey, is dit zo'n slurry? Ja, lekker. High five nou. Lekker, man. Kom op. Hey, dit is zo'n Sandy gast. Weet ik kan nou. Ik ja, al klaar. Eerst ga je me op. Ik wilde alleen kijken en film op dat hij Morlul heet. En nu ga ik ben ik los en dan ga je me afkappen. Nee, moet je niet doen. Komt hij bij mijn best. Oké, okay, hier komt hij. Nu al? Hier hoeveel zitten er drie kaartjes in het pakje? Je hebt echt een hele stapel eruit gehaald al. Raichu. En? Nee, het is een crap kaart. Of, er zit nog een kaart achter. Ja, nee, het vier naar voren moeten. Dan wordt energy. Energy. Dus vier naar voren, Peter. Dit is een crap pack, jongens. Dit is echt een crap pack. Die Raichu was een mooitje, hoor. Tweede pakje. Deze is echt. Gevoel, deze brokkelt. Deze bros en dan weet je dat hij oud is. Ja. Hij ja, is echt twee, bros, joh. Ik zie het echt brokkelen hier. Dat top. Die moet je sleeven. Wel voorzichtig hoor, wel voorzichtig. Gelijk sleeven. Deze, daar hebben we helemaal niks aan. Die hebben we nog niet, Peter. Er is helemaal niks aan de hand. Koesma. Daar hebben we hem. Ik ken al deze Pokémon niet. Ja, Whirlwind. Het zijn wel ranzige Pokémon, ja, hoor. Ja, wat is dit? Deze kennen we. Dat is een leukie, Ja, die kennen we ook. Ja, dat niet zo mooi. Nostalgie. Niet zo'n mooie kaart. Ja, Flimmer. Grimer, kijk nou eens eventjes. Ja. Is het bijzonder dat hij een donkere kleur heeft? Nee, het is voor mij een dark Pokémon dan. Oké. Okay. Ben je nerd of zo dat je dat weet? Jamie, nee joh. Dan gaan we. Dan hebben we de reverse. Oh, dit is zeker een paardje volgens mij. Dit is een hengst volgens mij. Is een sterretje? Dit is een flinke hengst, ja. Ja, dit is een sterretje joh. Dit is een bijzondere kaart dus al. Hoppatee, die is binnen. Maar Peter... Die Charizard. Slow. Oh nee, kut. Kijk, je moet met gevoel omhoog werken. Pakje 3. Er moet er gewoon zeldzaam in zitten. Wat is dit nou? Wat zijn dit voor Pokémon? Hey, wat is dit voor box? Dit is echt de enige Charizard die ik wil. En kijk nou wat het is. Ik weet niet wat het allemaal moet voorstellen ook. Dus klopt. Het leuke kikkertje. Ja, die vind ik goed. Nee, dus deze ken Pikachu. Ik. Dat is een leuke Pikachu. Zo! Ja, kom op, hallo, mag man. Ik ook een kaartje tekenen dan? Als we toch bezig zijn. Ja, dan laat mij er ook eentje maken. Als deze grootste heeft er geld voor gekregen, hè? Deze is zo goed in deals maken. Die is zo goed in Pluffy. Ja. Ik ben super goed in tekenen. Dan kun je niet even je portfolio laten zien. Nee, jongen, jongen, dat kost alleen maar tijd. Ik ben zo goed. Ga me geloven, nou gewoon mijn woord. Ranzig rat. Ja, dubbele. Eerste dubbele. En hier komt die Timon. Nee, echt. Dit is crap. We kunnen nooit zoveel crap packjes hebben. Deze packjes zijn gebogen aan alle kanten, Peter. Joh. We zijn opgelicht, joh. We zijn drie keer opnieuw gebogen allemaal. Helemaal balen. Echt, we hebben nog geen één goede kaart. Een triple crap pack hebben we het nu over. Een triple crap. Maar hier kunnen we snel doorheen gaan, want dit is een crap pack. Ja, dit is wel een crap pack. Dit is al gezien. Dat hebben we allemaal al gezien. Olivia. Ah, deze kennen we allemaal nog niet. Deze hebben we allemaal nog niet. Deze Bio. Ga even normaal doen. De meest ranzige kaart. Dan die Cutiefly. Nee, Cutiefly is leuk. Dat is gewoon een leukie. Dit is wel een mooi kaartje dan weer. Dit vind ik een mooi kaartje. Ik moet denken aan de Yarny Kirby. Nee. Gaat hij echt een dab doen ook? Ja. Dit is toch... Ja, Peter is meer. Verschillen meer. Ik zie nog dat hij het doet, Peter. Nee, het plaatje. Deze set wil je niet eens bijna compleet hebben, toch? Als ik ga praten, ga ik kokhalsen. Ja, sorry. Ja, okay. Ik zal een beetje rustig laten gaan. Maar als je gewoon die chairs pakt, dan kun je nog gelijk stoppen. Wat denk je van deze kaart? Ja, is een mooitje. Nee, dit kan echt niet. Dat we hebben alleen maar crap de hele tijd. Ja, alleen maar geen één glitterende kaart. Ongelooflijk. Oké, daar gaan we. Er moet iets in zitten. Het kan niet anders dat het alleen maar crap is, jongens. Het kan echt niet. Daar gaan we. Die hebben we nog niet. Prima. Oeh. Heb je hem. Dit vind ik wel een mooi kaartje. Ja, dit vind ik nou een leuk kaartje. Ja, want dit is 2D art, daar kan ik van genieten. Ze moeten dat 3D, dat hoeven ze niet te doen. Laat het lekker aan Pixar over, denk ik dan. Knip een heel pakkie door met een schaar. Er zit toch niks in. Zou je eigenlijk moeten bewijzen. Als het zo doorgaat, dan kunnen we het net zo goed doen. Als het na dit pakje nog een crap pack, als dit een crap pack is en de volgende crap pack, gaan we die volgende gaan we knippen. Allemaal dubbele Timon.
ezel, een intelligente hond of zo. Gaat hij nog sarcastisch kijken ook, joh. Oeh, dit is wel een mooie kaart. Dit vind ik dan wel een mooie kaart. Is het ook weer een ster? Ja. Dus het is wel weer kaartje. Een rare. Is een mooi kaartje. Als het weer een crap pack is, Peter. Dan is het echt. Dat kan echt niet. Want met Evolutions hadden we zoveel goede kaarten. Ja. Hier hebben we nu 4-5 pakjes dit gehad. Niet. Helemaal niks dit nog. Het ziet er niet goed uit, Peter. Nee, dit kan niet, joh! Dit kan gewoon niet! Dit kan echt niet. Als in de volgende weer een crap pack is, de volgende pak, dan gaan we het pakje daarna gaan we open gewoon kapot knippen. Gewoon door midden knippen. Door midden. Zonder hem open te maken gaan we gewoon knippen. Want er zit toch niks in? Ja, maakt niet uit. Timon, ik heb vertrouwen in. Ja. Hier zit iets zo! In. Joh! Wat zijn we mee bezig, jongens? Wat is character design? Dit nou ja, we weer? Doen gewoon, hij heeft gewoon kleren aan dit keer gewoon. Paardje, gewoon een leuk paardje. Gewoon een leuk paardje. Niet achter hem gaan staan, dan krijg je een trap in je gezicht. Dan die stomp move. Doet zeker wat deze hebben we al gehad, of niet? Ja, die naam is een leuk kaartje. Oh, zo, dit is een mooitje. Dit is wel mooi. Deze wil je holo hebben, dat is echt een mooie kaart. Nu is het al mooi, vind ik hem. Kijk nou, daar hebben ze wel even een professional voor ingehuurd. Peter, als er nu geen holo in zit, gaan het volgende pakje gewoon knippen zonder te kijken. Ik zie je nu al echt zuur kijken. Maar dit gaat gewoon een rare worden. Het kan niet anders. Het gaat een holo worden. Als op zijn minst. Als het die Charizard is, dan is er niks aan de hand. Ja, is niks aan de hand. Daar doen we het voor. We hoeven er maar één te hebben. Hier komt ie. Nee, dit kan niet. Peter, je weet niet. Dit kan niet. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Oh, hij gaat zonder te twijfelen. Oh, ja. Het is helemaal kut. Echt alles wordt echt genaaid. Aan alle kanten. Hoe kunnen we nou 7 pakjes hebben en 7 keer niks? Het kan niet eens, joh. Oh, nee. Hoe gespierd zijn jouw vingers ook opeens? Kijk maar wat erin zit, Peter. Helemaal niks. Dat kan ik je vertellen. Ik wel de truc doen. Even kijken. Oh, wat denk je van een Pokémon? Oh, leuk. Super. Peter, dit is helemaal kut. Kijk nou, er zit helemaal niks in! Er zit niks in! Dat kan echt niet! Dat kan niet, joh! Nee, dit kan niet, we zijn hier echt opgelikt! We zijn opgelikt door die stinkende winkel, joh! Echt, dit is enorm pijnlijk! Onze centjes zijn er daarheen gegaan. Hoe duur was dit om te kopen, Peter? Hoe duur was dit? Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dat moet minimaal ongeveer 80 euro zijn. Ja, 80 euro ongeveer weer. En we hebben nog dit zoveel pakjes, ik zie het zo 1, 2, 3 niet hoeveel er zijn. Niet zo heel veel. Maar het kan toch niet zijn dat hier helemaal niks in gaat zitten. Bij de volgende, we hebben nu 6 keer een crap pack gehad. De volgende moet op zijn minst een holo in zitten. Komt-ie. The Charizard Dream. Hoppakee. Die hebben we nog niet. Deze hebben we nog niet. Ja, deze is hebben een drone pack. Zo! Oh, die keten die wordt gemaakt. Niet. Zo, die hebben we allemaal nog niet. Let op, hier komt-ie. Jongens. Oh, kom op. Het is echt een heel nieuw pakje dit. Oeh, die hebben deze we wel. Ja, op het eind moet hij niet. Nee, ja, deze hebben we ook hier komt die Timon. We moeten nu echt. Ze hebben zo lang geen. Nee, hoe kan ik nou niks hebben, joh? Peter, je bent gewoon slecht in pakjes openmaken, heb ik het idee. Nee, Timon. Je gaat niet op mij afschuiven. Ik ben heel lekker bezig. Maar dit is helemaal. Lekker bezig? Zeg je dat je lekker bezig bent? Ik kan of stel er niks ik dat aan goed? Doen, Timon. Ik roei met de riemen die ik heb en ik zit hier geen. Ja, dan moet je niet zeggen dat je lekker bezig bent. Kijk deze. Die ken je nog niet. Ralts. Dit doet zeer aan mijn ogen, Peter. Hoe jij. Ik hoor je. Komt-ie. Hier komt-ie. Nee, hier komt-ie. Niks. Dit is hem al. Hierna komt-ie. Oké. Okay. Hier komt-ie. Laatste kaart. Nee. Ultra rare. Nee, weer niet, Peter. Het is weer een kutkaart. En ik zie hier nog niet eens wat in. Oh, en ik zei het. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Hier gaat er een speckles om in die kaartjes. Kijk nou, joh. We hebben zo'n stapel. En we hebben niet eens één rare. Je moet gewoon respectvol omgaan met die kaarten. Kijk, dit is hem. Kijk, dat pakje even goed van de voorkant. Dit is gewoon, er zit er zeldzaam in. Ga nou een beetje met gevoel om. Luister naar me, Peter. Okay, ik zie je niet luisteren. Stuur me dan, stuur me. Ja, zo gaat het goed. Pellen. Pellen. Je moet meer pellen. Niet scheuren, pellen. Ja, wat is het verschil? De linker bovenhoekje met je pellen. Ja, dat is heel goed. Ja, goed. Goed. Ja, dit gaat juist helemaal goed. Ja, maar dit is goed. Deze ga jij zelf niet kunnen verpesten, dit pakje. Oké. Okay. Heel gevoelig ga ik doen. Oh ja, echt, Peter, dit gaat wel helemaal. Peter, dit gaat goed. Geloof me, dit kan echt niet fout gaan meer. What the fuck is dit? Oh, mieren eten. Vind ik leuk. Ja. Ja. Rustig, Peter. Ja. Kijk nou. Heb je deze wel eens gezien, Peter? Dit is hem, hoor. Peter, dit is het echt. Oké. Okay. Goed, goed, goed. Nice. Deze is van vroeger. Zo is zo ranzig. Echt heel leuk. Kijk, dit is een leukie. Pas op voor een vlammetje, hoor, in de regen. Oh, is het goed? Nee.
Nee, het is niet. Kijk, Peter, kijk het kaartje achter die Charizard maar. Bekijk je maar even, Peter. Bekijk je maar even. Joe! Kijk wat een respect wat je nou voor terugkrijgt, Peter. Is dat het? Ja, heerlijk. Werd wel tijd, hoor. Werd wel tijd. Een Dark Ray. Ik zie helemaal niks in. Nee, ik ook niet. Ik zie er echt letterlijk niks in. Je moet geen 3D-design doen als je het niet kan. Die gozer denkt, ja, ik doe het. Hij glimt aan alle kanten, Peter. Dus het is waarschijnlijk goed. Zullen we even kijken hoeveel hij waard is? Even kijken hoe duur het is. Gewoon even kijken hoe duur het kaartje is. Even kijken als hij dan wel valt, of er dan helemaal mee zit. Even kijken. Echt. Twee. Moet ik deze gozer nog sleeven of niet? Twee. Nee, dit is gaan we... En de sleeve is duurder dan het kaartje, dus dat dacht ik even ja, deze niet. Komt gewoon even op een normale stapeltje, want alsnog is het helemaal crap, joh. Dit is echt een kutkaart. En de pakjes gaan maar op, hè. Ja. Er blijft helemaal niks meer van over. Dit is wel echt weer een klap in mijn maag. Ja, we zijn echt die vorige pack openings gewend en daar ging het de gieren zie je om de oren heen. Maar dit is echt helemaal niks, of wel? Okay, die heb ik nodig, want mijn energie raakt op met deze troep, joh. Ja. Oh, dit is wel een leukie. Is het een evolutie van Taurus of niet? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij niet, anders staat het hier, toch? Oh ja, dat is waar. Dat was nog wel een leukie. Dat was nog wel die leukie. Hebben echt 24 keer in de pakkie. Deze ken ik inmiddels ook alweer. Wat is dit nou? Ja, ik wist het, zo, het maakt ze niet eens meer uit. Kijk, deze. Die ken ik. Old school guy. Deze ja. Ook. Ja. En die komt hij dan. Het kan, Peter. Het kan zomaar. Het kan het zomaar. Het moet eigenlijk zelfs. Het moet het gewoon. Het moet, ja, eigenlijk wel. Met hoeveel pakjes we hebben opengemaakt. En... Oh, jezus! Oh! De streak! Bijna 4 jaar. De streak! De streak is real! Vinden jullie de juiste kaart die zakt? Ja. Oké, nu zijn we begonnen, Timon. Peter. We gaan even kijken hoeveel die waard is. Even kijken hoe duur die is. Even kijken hoe duur die is, hoor. Ja. Het is op zich niet verkeerd. Laten we, waarom zijn we een... Hey, wacht, waarom zijn we niet blij? We zijn wel minder blij geweest, volgens mij. Peter. Maar is het gewoon puur... Het is geen Charizard. Ja. Het is geen Charizard. Waarvoor is het van ik droom? Ik ga sleeve. Zo'n sleeve. Eén sleeve. Maar hij ziet er ook wel ranzig uit, hoor. Je is echt een lelijke Pokémon weer. Hoppakee. Omdraai die handel. Dat is een energie. Okay, deze hebben we al. Die hebben we al. Deze hebben we al. Deze weet ik nog niet. Deze hebben we. Ja, nu hebben ze allemaal, Timon. Ja, deze hebben we allemaal. Zolang we die laatste maar niet hebben. Ik zie niks glimmen hier aan het bovenkantje, hoor. Peter, dit ziet er helemaal niet goed uit, dit pakkie. Deze hebben we nog niet. Peter, een beetje gevoel. Het kan zomaar, hè. Het kan gewoon zomaar dat kaartje zijn die we zoeken. Fullscreen. Fullscreen voor dit kaartje. Dit moet hem zijn. Genieten van... Oh, glitter dan. Ja. Zo'n mooi kaartje. We hebben nu echt een streak te pakken, hè? Maar zelfs, ik zie niks in die... Ik zie echt niks. Ik wil er echt iets in zien. Stelt niks meer voor, bedoel je, hè? Die poppetjes. Waar zit zijn hoofd? Oh, ik zie het nu al zijn hoofd. Heeft hij een mini-koppie? En 3 knieschijven. En dat maakt hem super. Maar dit, ik tel hem als streak, hoor. Ja, ik tel hem als streak. We hebben echt een streak opgebouwd tot nu toe, hoor. Alles glimt wat er nu uitkomt. Ja. Hoppakee. Oh, dit wordt een snelpack. Een snelpack. Die voelde ik. Eén snelpack hier tussendoor. Oké, één snelpack hier. Deze knal je weg. 1, 2, 3, 4. En voor het jammer. Ik ga gewoon even snel een Charizard pakken. Gewoon glip hem er tussenuit, Peter. Jij kan dit. Ik zag hem komen! Ik ga mijn tijd nemen. Oké, misschien is het niet Charizard. Zag je een stukje hier in de vlam? Ik echt het schoot in mijn ogen. Ik moest even mijn ogen dicht doen. Zo erg glimde het in mijn ogen. Jongens, dit is hem. Ik zag een sprankel. We hebben echt een streak van 4 nu, hè? Kom op die chairs, die Rainbow Charizard. Dat moet gewoon echt, dat zou echt prachtig zijn. Ja, deze gozer. Kom op. Ja, kijk nou maar, glimmer daar naar boven. Dit is hem. Dit kan zomaar, er zijn meer rainbows, hè? Nee, dit is hem al. Peter, word ik gek. Oké, dan hebben we een ezeltje. Kom op. Wat stof. Ik voel de spanning ook echt gewoon. Oeh, het is echt dat ik dat glimmende zie. Oké, en dan gaan we, jongens. Langzaam naar boven wippen. Van langzaam, onderkant? Ja, van onder naar boven. Is het een rainbow dan? Okay. Oh, het is geen rainbow. Het is geen rainbow. Het is geen Charizard. Maar wat gaat het wel zijn? Oh, zo'n mooi kaartje weer, hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Kijk nou. Hij glimt lekker. Het is een leuke Pokémon, ook. Nu heeft hij een keer een leukie gemaakt. Hier zie ik wat in. Een salamandertje. Zo'n prima kaartje. We hebben echt een streak, Peter. We zitten op 4 streak nu, hè? Je hebt echt alleen maar... Is het echt alleen maar kutkaarten? Die gaat gewoon goed. Weet je wat? Ik ga even kijken hoe duur hij is. Even kijken hoe duur hij is. Gewoon even kijken hoe duur. En hij is... 300 euro. 300 euro, hoppateetje hoor. Dan hebben we er nog 5. Nog 5 pakken is meer dan genoeg. Dan gaan we, Timon. Het kan niet, het moet een keer fout gaan. Nummertje 5, moet een keer fout gaan.
Deze hebben we inmiddels al een paar keer. Gewoon een gozer. Deze ken ik. Dat is ook even rotte Pokémon van Kloem. Ranzig. Spinnenjoch. Ralf. Deze hebben we echt al 20 keer. Oh, nog een keer Ralf. Hetzelfde in het pakje. Ja, oh. Zag je dat weer? Ik zag niks volgens mij hoor. Ik zag volgens mij niks. Dat weet ik niet. Peter, het zou wel mooi zijn Street hoor. Street 5? Nee. Oh! No! Oké, okay, hij glimt gewoon hoor. Hij glimt gewoon. Dat is gewoon een Street 5. Een zandkasteel. Dat is nu ook een Pokémon jongens. Een zandkasteel is ook een Pokémon. Wat vinden kinderen leuk? Daar moeten we het op baseren. Wat vinden ze? Standkasteel. We hebben maar één pakje nodig voor die Charizard, Peter. Eentje is genoeg. Pel hem. Ja, dat hoekje moet je altijd pellen. Kijk, goed gepeld. Oh. Ziet het er goed uit of niet? Zag het er goed uit? Zag je iets? 1, 2, 3, 4. Dit is hem. Zag je iets? Oh, nice, Peter. Ik zag hem weer. Echt? Peter, dit is hem. Zag je echt niet? Rainbow Charizard. Kom op, Peter. De super scoop. We hebben deze. Oh, nee. Doe het nou niet, joh. Nee, een tevreden hond. Nee, een hond vergeten. Met zelfvertrouwen. Geen aandacht aan geven, Peter. Oké. Okay. Rattata met een snorretje. Hyper Beam. Nice. Kom op. Nog zo'n ranzige gozer. Timon, je maakt helemaal geluiden. Is het de 6 streak echt? Is dit niet wat je zag? Want hier komt hij. Nee, Timon. Je zat gewoon te lullen. Slap te lullen. Dat ging de streak, joh. Ik ben helemaal te zweten, man. 3 pakjes te gaan, jongens. Ik begin wel een beetje mijn hoop te verliezen, moet ik eerlijk zeggen, Timon. Eerlijk is eerlijk. Oké, deze. Ja, yeah, is nice. Dat is gewoon een zon. Ja, dat vind ik gewoon een leukie, hoor. Koers, maar deze al. Zouden ze deze realistisch tekenen, zou je echt ranzig zijn. Zou het echt zo'n parasiet zijn. Ja. Gewoon echt je vlees wegzuigen. Dan vind ik het gewoon een leuk Pokémonnetje, eigenlijk. Kijk, okay, deze. Dat is een uiltje, joh. Dat is een leukie. Een klassiekertje. Deze groep wil ik echt nooit meer zien. Elk pakje dopen ze die. Hoort deze ook niet onder water? Blijkbaar niet. We hebben Ralf weer. De reverse. Een van de hond. En... Zo dichtbij! Zo dichtbij, Timon! Dit had echt net een Charizard kunnen zijn! Dit is een rainbow kaart, die moeten we hebben van een Charizard! We hebben nog 2 kansen. Wat is het? Ik zie er helemaal niks in! Waar is zijn gezicht dit keer? Waar is zijn gezicht? Dat moet ergens bovenaan zitten, denk je dan. Hier zie ik echt niks in. Dit is dat een mooie rainbow... Het boeit ze gewoon echt helemaal niks. Deze zeg ik echt niet aankomen, Peter. Dit had die Charizard moeten zijn. Ja, echt. Zullen we even kijken hoe duur deze ja, is? Ja, tuurlijk. Gaan we kijken hoe duur. Is. Ja. Tientje. Sleeve maar, hoor. Niet verkeerd. Ik zie alsnog niks. Maar hij zit naast, hè. Op de drukband. Oh, man. Op de drukband lag hij er gewoon naast. Ja, dit is echt pijnlijk. Oei, sleeve hem. De 2 laatste packjes, jongens. Hier gaan we. Energieka. Heb je het kaartje weggehaald? Zeker weten. Ja, ik vind het spanning. Nee, dit moet je... Ja, maar hier word ik gewoon echt... Ja, nou, gooi maar weg, Peter. Verscheur hem als je echt agressie kwijt moet. Ja, tuurlijk. Want ik vind het je eigenlijk... Je hebt een schaar ook. Is het makkelijk. Wil je handen niet eens beschadigen aan die hond, dan moet je het gewoon met de schaar doen, hoor. Kun jij even knippen? Hier ligt hij. Want ik wil ook niet de sneak peek doen. Kun jij hem even voor me knippen? Want ik word hier echt een beetje... ontoepasselijk van ook, hoor. Ja, dat is genoeg. Dat is genoeg. De buffel. Miauw. Die oogjes dicht, weet je nog? Ja, heel schattig. Heel schattig, ja. Wat... Oh, full screen, jongens. Even maar voor omhoog. Wil je deze knippen? Waarom? Gewoon omdat hij heel ranzig... Kijk nou even hoe die eruit ziet. Ja, het is heel ranzig kaart. Dan moet je niet belonen. Dat je hebt gezien. Ja, zo. We hebben Pikachu weer. Dit is echt een leukie. Dit is echt een leukie. Maar Peter, die Rainbow. Die Rainbow Charizard, kom op. Die is nog leuker. Hier komt hij dan. Zo, jongen. Dit is ook echt een misbak zo eerste klas, hoor. Kijk nou even. Nog 1 pakje, Timon. Het is nu of nooit. Het is nu of nooit, want deze pakjes ga ik echt nooit meer mijn geld aan verspillen. Dit moet hem echt zijn. Dit moet hem zijn. Dit moet hem anders is het over. Zijn. Het kan zijn dat ik moeie handjes krijg inmiddels van al die pakjes. Ja. Maar hij lijkt niet... zwaar te voelen, hoor. Ben je er klaar voor, Timon? Ik ben er klaar pakkie. Voor. Energie. Je moet het nu doen. Oh, dat is een ranzig speeksel. Je moet het nu doen, dit is een leukie. Dat is de maan. Kom op. Ga ik niks over zeggen. Kom op. Beautiful. Ik voel hem eigenlijk ook nog gewoon. Ik voel hem gewoon. Weet je, concentratie. Alsjeblieft, concentratie. Alsjeblieft. Dit moet hem zijn. Wimpelt.
Meowth. Hierna moet hij komen. Deze ziet er al erg zeldzaam uit. Dit is wel leuk hier. Kijk er nou. Alles of niks, Timon. Alles of niks. Nee, dat is minder dan iets. Dit is helemaal niks. Dit is echt 0,0. Een pijnlijker einde kan ik me niet voorstellen. Nee, echt niet, joh. Dit. Niet eens een glittertje, niks. We kunnen even kijken wat er wel uit die pakjes hadden. Iets wat glimde. Dat waren deze kaartjes. Kijk, toch wel blij dat je een rainbow hebt dan. Ja, op zijn minst een zandkasteel. Deze ziet er ook wel bijzonder uit, hoor. Of het er mee is, dat weten we niet. Ja, twee van deze verrotte gozers. Noem ons gek. De gekke gekke. Noem ons mal. Malle, het lekkerste nummertje voor het allertegekste spel dat we ooit gaan spelen.